hoe moet het verder met SVL? De voetbalvereniging heeft een schuld van 65.000 euro... en nu hijgt er ook nog eens een incassobureau in de nek van SVL. Dat incassobureau heeft opdracht gekregen van het sportbedrijf Lelystad. Dat hoort gewoon bij de gemeente. Dus wordt de SV Lelystad al snel een politiek onderwerp voor de gemeenteraad. En fractievoorzitter Jack Schroner van Leefbaar Lelystad... zet SVL Lelystad en het tekort op de agenda vanavond in de gemeenteraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Om even bij het begin te beginnen. Waarom moet een sportclub geld betalen aan het sportbedrijf? Nou, voor de huur van de velden, de verlichting, de kantine eventueel, ook de sporthallen, daar moet je ook huur betalen. Dus je moet huur betalen voor de ruimte die gegeven wordt en die je gebruikt. Ja, snap ik, maar hoe kan dat ineens zo hoog oplopen dan? Ja, er zijn veel velden daar. Ze zitten eigenlijk met een erfenis, maar daar moeten we eigenlijk niet meer over praten. Dat is geweest, we moeten naar de toekomst kijken. Wij zeggen van, dit is opgelopen doordat ongeveer 25% van de leden niet betaalt. We zijn laatst bij een informatieavond geweest. En dan hoor je hoe het ervoor staat. Ze doen aan alle kanten hun best om in ieder geval het eerste kwartaal 20.000 euro wel te betalen. Dan blijft er nog een restschuld over voor een heel groot aantal kleedkamers. Waarvan wij zeggen, wethouder, zoek nou een regeling. Ga een regeling aan in plaats van een incassobureau. Bij een incassobureau komt er nog 10% bij. Daar help je de club ook niet verder mee. Maar u fietst wel gemakkelijk over die erfenis heen aan dat een kwart van de leden niet betaalt. Ja, nou, ik fiets er niet makkelijk over die erfenis heen. Er zijn natuurlijk altijd twee partijen die, wat ze de bunker noemen, waar die kleedkamers neergezet zijn. Dus ja. Ook de gemeente of het sportbedrijf, waar het aan uitbesteed is, die hebben de verantwoordelijkheid van, goh, als ik dit neerzet, is dat ook haalbaar in de toekomst. Dus je kan kijken naar het toenmalige bestuur, maar je kan ook zelf kijken van, hebben wij hier wel wijs aan gedaan om dit gebouw überhaupt hier neer te zetten? Dat zijn de nieuwe... De nieuwe kleedkamers. Okay. Ja. Ja. Dus dat is toch wel heel veel geld die je moet betalen per maand voor zoveel kleedkamers. Dus je moet je afvragen, van, moet ik niet een andere regeling treffen als sportbedrijf? En daar heb je denk ik als gemeente ook een stuk verantwoordelijkheid. Ondanks dat je het uitbesteedt. Je kan het uitbesteden, maar je kan je er niet achter verschuilen. Maar wat ze hebben uitbesteed is een incassobureau. Ja, dat snappen we helemaal niet, want dan krijgen we er nog 10% bij. Dus ik denk dat het verstandiger is om eerst toch samen eruit te gaan komen voordat je een incassobureau. En ik weet dat het al lang loopt. En toch denk ik dat je langer door moet praten om eruit zien te komen. Ja, maar wat zou de wethouder dan vanavond moeten antwoorden op uw vragen? Dat ze toch opnieuw gaan kijken naar de mogelijke oplossing. Ik zeg niet dat ze de schuld kwijt moeten schelden, want dan komt iedereen. Maar kijk en zoek naar een oplossing om te kijken van wat kunnen we in de toekomst doen. We zitten daar ook niet op te wachten dat het straks leeg staat. Heel veel, dik 850 mensen voelen en sporten daar. Dus ik denk dat je een grote verantwoordelijkheid hebt als gemeente om te zorgen dat die mensen fijn bezig kunnen blijven in de weekenden en in de avonden. Ja, dat is natuurlijk de kaart die het bestuur van SVL tegen de borst houdt. Hè? Ja, wel 800 leden die anders op straat staan. Dat is een keihard argument. Kunt u niet omheen als gemeenteraad. Nee, klopt. Het is een keihard argument. Maar ik denk toch, ondanks het argument, dat je toch moet blijven praten met elkaar en niet met een incassobureau moet komen. Dus temporiseren van de... Van de lenen. Ja, uitsmeren. Uitsmeren en ga kijken waar je hulp kan doen om die 25% van die leden wel te gaan laten betalen. Wat kan je als gemeente doen? We geven zoveel uit aan jeugd, sport en andere zaken. Ja. Wat kan je doen om daarin te ondersteunen? Ja, andere partijen in de gemeenteraad, vinden dit ook een goed idee van u? Of ja, de PVV stemt dit ook met ons mee. Okay. Andere partijen die vinden niet dat de gemeente geld moet bijbetalen, maar staan natuurlijk niet te wachten tot ook deze sportclub omvalt. Nee. Nog even iets anders. Ik zat de raadsagenda te bekijken. U heeft nog een ideetje aan de hand gebracht. Een chip in de container waar de vuilnis in moet. Nou, we hebben niet het ideetje aan de hand gebracht. Dat heeft de gemeente gedaan. Oh. Wij vragen ons af, qua AVG, wetgeving. De privacywet, ja. Ja, de privacywet is niet alles qua privacy te gevolg. Omdat je eigenlijk alles weet van een bewoner wat die in zijn vuilbak stort. Oh, dus dat moet nog even afgekaart worden juridisch. Om te kijken dat het helemaal goed is. Jack Schone van Leefbaar Lelystad, hartelijk dank.